De gemeenteraad wil de toekomst van het prostitutiebeleid de komende tijd bespreken. Ex-sekswerker Misha heeft kritiek op dit beleid. Zij pleit voor een meer beschermde prostitutie. Maandagavond sprak ze met onze collega Maarten Venhovens. Om haar privacy te beschermen is ze onherkenbaar in beeld en is haar stem vervormd. Ik sta hier met een van de insprekers van vandaag. Je hebt iets verteld over jouw ervaring als sekswerker hier in Arnhem. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb wel eens op het Spijkerkwartier gewerkt, dat klopt. En ik heb ook op de Tippelzone in Arnhem gewerkt, maar dat was nog voor het pasjesysteem. Wat is het verschil met het pasjesysteem, zeg maar voor het pasjesysteem en nu? Want je hebt vast wel collega's gesproken of oud-collega's. Ik heb ook bijvoorbeeld meegewerkt aan de onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij hebben 300 sekswerkers geïnterviewd. Ik heb sekswerkers op de Tippelbaan in Nijmegen geïnterviewd en op de Tippelbaan in Utrecht. Er heerst in veel steden en ook in Arnhem heerst er een uitsterfbeleid. Er zijn meer sekswerkers zonder werkvergunning dan met werkvergunning. Er is daar een straat, er is een beveiligde loods, maar de vrouwen zonder werkvergunning, zonder pasje, mogen niet in die straat de klanten oppikken. Zij mogen ook niet in de beveiligde loods hun klanten afwerken, maar buiten de baan mogen zij dat ook niet. Dus wat er gebeurt is dat deze vrouwen hun klanten meenemen naar de bossen, naar de haven, naar leegstaande panden en veel meer risico op geweld lopen. Wat dus ook nog is gebeurd, als vrouwen verkracht worden, en Yvette Leurs, de voorzitter van Proud, die heeft daar ook haar zorgen over geuit. Als zij naar de politie gaan om aangifte te doen van verkrachting, dan zegt politie gewoon, ja, maar je bent vrijwillig met die klant meegegaan. Dit is geen verkrachting. Aangiftes van sekswerkers worden stelselmatig geweigerd. Wat kan de gemeente hieraan doen? Wat is jouw advies aan de gemeente? Het pasjesysteem werkt uitbuiting in de hand. Ook het vergunningssysteem wat aan ZZP-sekswerkers wordt opgelegd. Sekswerkers krijgen geen vergunning als zij thuis hun klanten doen ontvangen. Zelfstandige sekswerkers, om het even breder dan alleen die Tippelzone te trekken, die krijgen absoluut gewoon geen pasje. Zelfstandige sekswerkers, ZZP-sekswerkers die belasting betalen, die bij de KVK staan ingeschreven, worden toch gezien als illegaal. Ze worden illegaal gemaakt, ook al betalen zij belasting. Als je geen vergunning hebt, word je als illegaal gezien. Ja. Criminelen weten dit. Hoe lager de pakkans, hoe hoger de criminaliteit. Vrouwen doen geen aangifte, want ze zijn bang hun huis uitgezet te worden. Jan, er was vandaag een interessante discussie over prostitutie in Arnhem. Ja. Wat is jouw visie daarop? Nou ja, het belang van het CDA is dat met name de dames en de transgenders om wie het gaat, dat ze veilig hun werk kunnen doen en blijven doen in Arnhem. Op dit moment is de discussie over de zorgzone, eigenlijk de Tippelzone, zeg maar. Daar zullen mensen iets sneller snappen waar ik het over heb. Daar werken op dit moment 9 dames door een vergunningssysteem waarvan we eigenlijk weten dat heel veel dames in de prostitutie in de illegaliteit zijn verdwenen. En de CDA vindt het juist belangrijk om iedereen gewoon in beeld te hebben. Dat betekent dat we out of the box moeten kunnen denken ten aanzien van het voorstel wat er ligt. En ook moeten kijken van of het vergunningssysteem heilig is op dit moment. Het CDA wil graag dames en transgenders in beeld hebben, zodat ze veilig hun werk kunnen doen. Niet worden vermoord, zoals inderdaad een paar maanden geleden helaas het geval was. En dat betekent dus ook dat we moeten durven evalueren of de Tippelzone, zeg maar, op dit moment een goede voorziening is. Of het moet worden uitgebreid of moet worden gestopt. En onder welke voorwaarden. Nu blijkt ook uit onderzoek dat steeds meer sekswerkers niet voor kiezen om hier bij de balie een vergunning aan te vragen. Maar dat ze ervoor kiezen om gewoon illegaliteit in te duiken. Ja. Wat gaat CDA daaraan doen?
Daar heb ik net ook vragen over gesteld. Ik vind dat eigenlijk gewoon heel zorgelijk. Het is van belang om te weten wie de doelgroep is. Dat we dames, heren en transgenders gewoon veilig kunnen ondersteunen met zorgprogramma's. Misschien ook de mogelijkheid om te stoppen. Hè? Want sekswerk is voor het CDA geen doel op zich. We willen juist dat men graag andere alternatieven heeft. Maar goed, als men daarvoor kiest, het is een vrij legaal beroep. Dan hebben we dat te respecteren. Maar dat betekent wel dat de omgeving veilig moet zijn. Dus men moet niet in illegale schuurtjes, in boten, onder weet ik wat voor plekken ze allemaal zijn en liggen. Het moet gewoon open en transparant kunnen. De politie moet ervan weten. Ierenzorg moet ervan weten. Als gemeente moeten we ervan weten. En dat betekent gewoon dat wij via wat voor systeem dan ook zicht moeten hebben op de doelgroep. En de eerlijkheid gebiedt gewoon dat we denk ik op dit moment amper maar 10-20% van de doelgroep in beeld hebben. En 80% zit gewoon in illegaliteit. En dat is zeer onwenselijk. Heb je ook het idee dat het rapport wat nu gepresenteerd wordt, dat ook niet de juiste beeld of de juiste cijfers geeft? Nou, het geeft wel de juiste cijfers, alleen de focus is heel erg op de tippelzone gericht, hè, de zorgzone. Er werken 9 dames. Ik denk dat een aantal honderden dames en heren in Arnhem actief zijn in de seksindustrie. Dat betekent dat er minder dan 5% actief is op de tippelzone. Nou, en je ziet dat politiek bijna alle aandacht naar de tippelzone uitgaat. Dat is gewoon niet realistisch voor een stad als Arnhem. Dus daar zullen we echt ander beleid in moeten gaan voeren.